Denk jij, Gunther? Ik denk, nee, ik zit zitten met Joost en ook met Karen, want het is algemeen geweten dat rosse vrouwen die maken endorfines. God, shit. Ik weet niet, wanneer is dat ijsje hier? Een tijdje geleden. Het is vorige week of zo. Ik denk, de redactie is hem vergeten naar huis gevoerd. Hij ziet er wel goed uit deze week. Fantastisch, hè? Ja, super grappig, hè? Ja. Hallo! Dus welk dier wordt het meest overreden? Ja. Ja. En dieren, niet mensen. Nee, dieren. Ja. Dieren. Ik denk van die kleine egels. Dat is goed. Ja. Wist je het of was het een gok? Ja, alleen wat ik overrijd is meestal egels. Erotische films. Ik heb wel eens geprobeerd, maar dat lukt gewoon niet. Zodat er iets te zien is, zie ik niks meer. Maar je gaat toch ook niet naar de cinema achter een paal zitten? Dan had je in Peru Machu Picchu. Je dacht dat in Mol stond. Ik heb vroeger de paters dikwijls horen zeggen Machu Picchu is zien. Dan ga je niet winnen, Peter. Nee. Karen kan nog winnen, maar dan moet ze de andere trefwoorden vinden. Dat is een goeie. Nee, stop. Karen wil je terug zijn. Ja, zal zij het halen, denk je? Ja, tuurlijk. Ah, ja. Maar tuurlijk, je ziet dat. Dat, ja. Dat is één brok intelligentie. Ja. Allee, hij is gewoon op. Oh. Die man kan niet meer. Wat ziet dat zitten nog? Die moet morgen vroeg op voor die kranten uit te delen. Ja. 297. Karen, op de tweede vraag begint bij jou. Wat weet je over Rapa Nui? Niks. Beter bekend. Stop. Ja, nee, nog niet stopzeggen. De vraag is nog niet gesteld. Sorry. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Nog niks gedaan is roepen al stop. Ik ga haar wel vreselijk missen. Het was zo prettig daar staan. Ja. En nu die lelijke mens die daar nu...